Ja, Bowser, ik weet hoe je je voelt. Altijd maar. Genegeerd worden door iedereen. Ik bedoel, ik ben een toad. En het heeft maar gewoon zo lang geduurd voordat ik eindelijk zeg maar mijn eigen spel kreeg. Je hoeft niet zo versteend tegen mij te... jullie zijn er al. Hi! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario 3D World. Ik ben er weer, Zelda Player 20 met een nieuwe video. In de vorige aflevering hebben we het een en ander gedaan met levels, Miiverses. Zijn we Farhaan tegengekomen. En deze aflevering gaan wij in tegendraadse trapezes. Nou, ze hoeven niet zo tegendraadse te doen. Maar goed, als wie gaan we spelen? Volgens mij willen ze niet dat wij Mario en Luigi meer gebruiken. Ik bedoel, swap nou de hele tijd tussen Peach en Toad. Dus ik bedoel, ja, die twee hebben hun eigen spel. Of ja, eigenlijk meer Mario dan Luigi. Maar ik bedoel, het valt me nogal wel op. Pas erop, hè. Jij mag weg. En Peach, wat zie je er toch rozig uit in je Hammer Brothers suit? Krijgen we hier een... Nee, oké. Zit hij boven iets? Je zou het zeggen, maar er zit niks. Ik vergeet elke keer dat Peach kan hoeveren. Maakt niet uit wat voor suit dat ze aan heeft. Dus oké, nou, we hebben hier in ieder geval een trapeze. Dus kunnen we links en rechts swingen. En dan vraag ik mij af, dat kan natuurlijk altijd daar een green star zitten. Maar daar zit... dit is gemeen. Nou krijgen jullie vuurballen tegen je neus aan, want jullie zijn gemeen. Oh, ik ben echt altijd zo bang dat ik al gelijk groene sterren kan missen en alles. Dat is altijd bij deze spellen. Ik bedoel, ik geloof dat dat in... Oh, daar zit er één. En daar zit ook nog zo'n stom ding. Maar dit hou je zo... dat moet via die trapeze. Oké. Dan komt die hovering ability eigenlijk best wel goed van pas. En hier zit dan... Dat sterretje nummer één, dat is alleen maar gunstig. Maar ik geloof dat dat ook in Mario Galaxy was, die Comet Medals. Dat was ik ook altijd bang dat ik ze zeg maar zou missen. Dus dat is nadeel met dit soort levels en collectibles. Dus even kijken, zit hier een secret? Nee, oké, dan kunnen we safely de checkpoint pakken. En ik heb zo'n gevoel dat hier ergens een ster gaat zitten. En dat wij alle piranha planten moeten verslaan. Oh, ook goed. Dus het beste wat ik hier denk dat we kunnen doen is gewoon tegen de klok inlopen. Zodat we dus zeg maar alles kunnen vernietigen op ons pad. Voornamelijk die grote. Oké, dan de kleintjes. Oké, we hebben ze allemaal. Krijgen we daar nou een groene ster voor? Nee? Dat is flame. Ik eis een groene ster. Oh, wacht. Wat zit hier? Wat is deze? Een warpipe, zegt u? Dat zal vast en zeker wel leiden naar nog een groene ster. En oh, met muntjes weer. Oké, dus dan moeten we weer een vierkantje gaan lopen. Pak alle muntjes. Ik herinner me nog eigenlijk dat P-switches blokjes zeg maar in muntjes veranderden. En muntjes in blokjes. En dat interessante puzzels eigenlijk gaf. En ik mis eigenlijk best wel dat ze die gimmick eruit hebben gehaald. Dus dat vind ik eigenlijk best wel jammer dat ze die gimmick eruit hebben gehaald. Ik bedoel, nu is het alleen nog maar de P-switches blauwe muntjes geven. Dus of ja, dat je dus zeg maar nou in één keer een green star te vinden krijgt of zo bij verschillende locaties. Ik bedoel, kijk nog maar bijvoorbeeld naar die cherry puzzels die je dan af en toe wel eens tegen kan komen. En tot daar dan zeg maar een P-switch zit. En zo, die stem zit goed verborgen. Maar dat je dan zeg maar daar een green star van krijgt of een paar muntjes of zo. Maar ja, ik mis die gimmick wel. Ik ben blij dat dat nog wel mogelijk is in Mario Maker, dus. Oké, we gaan hier omhoog. Oh, shnikies. Waarom heb ik een slecht gevoel over deze groene sterrenmunt om de laatste ster te pakken te krijgen? Oké, Circus Peach. Circus Peach. Circus Peach. Circus Peach. Yay! Peach kan zo in het circus werken. Nou. Ik zie daar al het einde van het level en volgens mij gaat het nog eens een keer problematisch worden om hier die golden star te gaan krijgen. Dus oké. Gewoon zo hard mogelijk swingen. Zo hard mogelijk swingen en go! Nee! Nee! Ik heb precies 100 seconden over.
Ik denk dat ik even wel terugkom in catsuit of zo. Dus zoals altijd, ja, als ik alleen de Golden Flagpole mis, dan... Hé, we hebben Luigi Stamp. Maar als ik alleen maar de Flagpole mis, dan doe ik dat natuurlijk nog... ja, offscreen doe ik er even gauw Flagpole van maken. Dat is eigenlijk gewoon zo snel mogelijk door het level 1 en dat is het. Luigi time! XDP! Ik drukte hem net snel weg, helaas. XDP. Maar goed, we hebben dus zeg maar dat level gehaald. En ja, aangezien dat we bij deze intro zo intensief aan het praten waren tegen een stenen stambeeld... Ga ik eerst even kijken of we weer wat levens te pakken kunnen krijgen met Peach. En ik weet dat jullie hebben allemaal tips ingestuurd van ja, hoe dat je het beste kan doen. Je kunt tot 3 tellen, tot je er dus onder gaat staan en dan 1, 2, 3, spring. Dus we gaan er gewoon even een keertje proberen, vooruit dan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik ben gewoon heel erg slecht in tellen. Het is 1... 2, 3. Ik vind mij maar niet beter. Ik doe altijd echt maar eigenlijk het ritme een beetje zien. En als ik dan ja, daar een ritme, dan doe ik eigenlijk altijd springen. Dus sorry dat ik het nogal verkloot heb. Mijn excuses. Hoe durf ik zo het te verpesten? Oké, nou we halen eventjes gelijk even de Bowser statue weg. En dan kunnen wij dus naar een korte kersensteeg. Dus waarschijnlijk hebben we die cherryberries weer. Maar als we hier gaan spelen, laat maar raden, Toad. Nou, het is Luigi. 100 seconden? Oké. Normaal gesproken zitten we dan altijd hier. Even kijken. Ik zie er daarheen. Ik zie er daarheen. Daar zitten 2 green stars. En er zit er waarschijnlijk eentje ergens helemaal verborgen op een plek waar dat ik niet weet waar dat die verborgen zit. Oké, dus we hebben hier een cherryberry. We hebben hier een cherryberry. We hebben maar 100 seconden, dus we moeten opschieten. We hebben 2. We hebben 100 seconden, dus we moeten opschieten. Dus, jij moet weg. Jij bent vervelend. Je stinkt. Op superjaar. En. Oh, ik zie hier een stem. We moeten dit ook als Toad spelen. Oké, we moeten dit ook als Toad spelen. Luigi, Luigi, je staat achter. Kom. Wat zit hier? Wat brengt deze om naartoe? Een green star. Heel erg leuk. Maar dat is niet de green star die we nou moeten hebben. We hebben nog 50 seconden. We kunnen niet terug. Oké, prima. Daar zit ook nog een green star. We moeten deze sowieso nog een keer opnieuw doen. Oké, dus die 3 dingen die moeten wij als laatste pakken. Dat is duidelijk. Pauw, pauw, pauw. 2 seconden, ik geloof je niet. 10 seconden, is doable. Ik bedoel, dan ren je gewoon van A naar B. Toad, 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 mushroom. 1 seconde. Joke is getting old, guys. Oftewel, grap wordt oud. Nogal heel erg oud. Heel erg oud. Oké, dus dat brengt ons sowieso naar een mushroomhuisje. Maar we moeten dit level dus gaan halen als Toad. En dan moeten we dus ook zeg maar nog die 2 sterren zien te vinden. Dus... wij wijzen heel eventjes naar Toad. En ik zie... missing no. Oké, okay, Toad. Wij letten gewoon nou even niet op de Miiverses. Wij gaan gewoon eventjes zo snel mogelijk al die cherryberries pakken. En ik sta echt te kijken tot hier nergens die andere green star zit. Dus oké, hier hebben we de cherryberry. En nou weet ik toevallig tot er daar dus ook eentje zit bij die Goomba's. Dit voor een vriendje! Ja, dat komen we dadelijk wel. Dat komen we dadelijk wel. Gaan we eerst hier naartoe. Hier hebben we ook een... Spring op hem. Goed. Verzamelen, verzamelen, verzamelen. Nee, dood. Oh, nee. Oké, gaan we hierheen. Wacht. Krijgen we nou die ene dood mee? Maar we missen er één. Waar is die eerste ster dan? We hebben de stem. Serieus, kan ik nou niet meer op een piranha plan? Oké, 30 seconden om hem te vinden. 30 seconden om hem te vinden. We kunnen niet meer terug. We kunnen niet meer terug. We kunnen niet meer terug. Oh jawel, we kunnen nog terug via deze kant. Waar zit die laatste ster dan? Of die eerste? Ster! 10 seconden! Nee, ik moet naar de finishlijn. 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 Oh, 4, 3, 2, 1. Waar zit die eerste? Ik wil die eerste. Oké, dit is echt heel cryptisch verborgen. Ik bedoel, die eerste ster die zit daar dus zeg maar dat je daar moet ground pounden. En wat dus het grappige is, als je dus zeg maar een level haalt en je hebt Miiverses, dan hebben ze dus zeg maar de kans om ja, je dus zeg maar te belonen met met muntjes of een power-up of wat dan ook.
En ja, ik heb die andere standaard naar boven niet meer nodig en alles, dus Oké, never mind. Ook al heb je dus zeg maar de Golden Flagpole bij je laatste keer niet. Hij blijft nog altijd tellen als een Golden Flagpole run, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar echt serieus, wat was die cryptisch verborgen? Oké, nou. Valt me nog mee tot er niemand vraagt waar is die eerste ster, of ik ben gewoon echt dom. Denk waarschijnlijk dat laatste. Goed. Nou, eindelijk klaar met dat level. Dan gaan we dus zeg maar naar de wraak van de Charging Chucks, oftewel Charlies. Ik blijf ze gewoon Charlies noemen, dat vind ik gewoon het leukste. En we spelen dit als voor het eerst Mario. I called it. Oké. Dus wat we kunnen doen is we kunnen onze Hammer Brothers suit gelijk verliezen. Ik kan niet verliezen door een stelletje Charlies. Ik bedoel serieus. Speel als Mario. The Master of Jumping. En ik word gewoon twee keer geraakt. Dat kan gewoon niet, hè. Dat mag gewoon niet. Jee, level voltooid. Ik ben nu zo blij. In 20 seconden. En dan krijgen we ze weer, hoor. Binnen 14 seconden met Mini Mario. 12 seconden. Zo. Jullie hebben echt weinig. Ik heb in 95 seconden. Dus ik ben het snelst. Dan neem ik aan dat je 5 seconden dus gedaan hebt. Dus 5 seconden? Vraagteken. Ja, ik weet niet waarom, maar speedrunners vinden dat waarschijnlijk leuk om echt snelheid en tijd met elkaar te vergelijken. Goed, aangezien dat we dus mini-me zijn, ben ik van plan om eventjes toch te gaan zeggen van we gaan eventjes naar het toothuis omdat we hebben geen power-up of wat dan ook. Dus laten we dit keer eens de hebberige gast uithangen. En laten we zeggen van screw jullie allemaal, wij pakken gewoon de grote doos. En het is ook dit keer een goede keuze. En oh, dit is eigenlijk best wel... de catsuit is heel erg handig. Maar boomerang is ook heel erg handig. Even kijken. De vuurbloem en de boomerang zijn eigenlijk praktisch hetzelfde. Dus wat ik doe is... Ik pak de vuurbloem. En dan doe ik die terug, zodat ik de catsuit kan pakken. En dan pak ik de boomerang, want de vuurbloem is eigenlijk... Ik bedoel, die raccoon is ook wel handig dat je kan hoveren. Maar één catsuit, omdat je daar tegen mijn muren kan klimmen, is vaak voor secrets. En de hoverability is eigenlijk alleen maar voor een vermakkelijkering. Ik bedoel, ze zijn niet echt required voor sterren te halen, terwijl dat de catsuit heel vaak dat wel is. Plus, ik moet offscreen nog steeds eventjes hier de Golden Flagpole halen. Dus, maar goed, we gaan nog heel eventjes naar avond op de savanne. De leeuwenkoning. En nou, laten we maar eens even kijken met wie dat we nu gaan spelen. Let's go! Oké, zit hier nog een secret to everybody? Nee. Wat een blokkenhuis. Oké, we krijgen hier dus automatisch alweer een catsuit. Terwijl dat we die eigenlijk nog in onze equipment hebben. Maar er wordt dus ons aangeraden om hier met de catsuit dus rond te gaan huppelen. En dan verwacht ik eigenlijk dat hier ook... Ja, daar zit een muntje. Heel erg leuk voor die muntjes. Die muntjes boeien me nou eigenlijk heel weinig. Ik bedoel serieus, we hebben 62 levens. Vraag me af of we hier ook op de max van 99. Ik weet niet of 99 trouwens de max is. Zit hier een secret? Nee. Dat is niet handig om daar naar beneden te gaan. Nog een... Nee, ik wil mijn boomerang houden. Wacht even, is dat niet zo'n... Nee, is gewoon een catsuit. Oké. Dus, nou ben ik zo slim om... Oké. Ik heb zo'n gevoel dat hij boven iets zit. Ja, ik zie hem al. Oké, er zit ook een hidden blok daar. Oké, klimmen, Peach. En nou vraag ik mij af, ken ik je... Je springt er gewoon doorheen, hè? Zijn dit dan gewoon muntjes? Oké. Nou, het is in ieder geval wel handig dat ze nou dan een functie hebben. Dat je dus zeg maar kan zien waar dat die invisible blocks zijn. Maar we hebben de eerste green stat pakken gekregen. Krijgen we een beetje Donkey Kong Country platforming. Laten we eerlijk wezen, dat is gewoon van Donkey Kong Country, dus... Oké, nou, ik zie daar een blok en ik denk dat dat een question mark blok zal zijn. Plateautje, dat doet draaien. Ken ik hier gewoon over deze pijp heen? Ik denk het wel, hè. Zit hier nog iets? Nee. Ik denk niet dat dit eigenlijk zeg maar zo spectaculair is en dat dit gewoon een coinblok gaat worden. Ja hoor. Oké. Oh, hopper, red mijn leven. En hierboven zit niks, oké. Dus dan gaan we naar het hele grote open weiland. En dit is dus het nadeel in 3D World als je zo'n grote plek hebt om te exploren. Je hebt sowieso de stem die je moet vinden. En je zoekt sowieso ook naar de green stars. En als je zo'n grote open veld hebt, dan is het bijna gewoon niet te doen om binnen een tijdslimiet zeg maar te blijven. En wij chasen hier die gigantische bunny.
Tenminste, dat probeer ik. Bunny knuffel! Bunny knuffel! Bunny knuffeltje! Kom hier. Oh, dat was close! Ik ga hier echt allemaal tijd aan verdoen om deze bunny te pakken te krijgen. Kom hier! Kom hier! Kom hier! Dank je. En je hebt nog niet eens een green star voor me, je hebt alleen maar muntjes. Zoveel... Echt, waarom? Waarom, spel? Waarom nemen we dit aan? Oké, okay, nou, als ik me niet vergis, hebben we hier sowieso weer die muntjes te verzamelen. En ik wil wel een catsuit houden, maar ik wil eigenlijk ook die emmerbrottersuit houden. Dus heel veel bunnies! En eentje die heeft de groene ster. Eentje heeft de groene ster. Oké, wij volgen die ene met de groene ster. Wij volgen die ene met de groene ster. En hij is snel. Hij is heel snel. Damn, jij bent snel. Oh, ik kom hier echt zo in tijdsnood. Kom hier. Heb je bijna. Heb een patroon, verdorie. Heb een patroon. Echt, die gewone bunnies die hebben maar gewoon iets van één muntje of zo. Dus daar wil je tijd eigenlijk niet aan doen. Goed, nou. Jij gaat die kant op. Dit is een kat en konijn spel. Oh, ik ga je insluiten. Haha, ik heb je. Oké, nou, dus we weten dat er dus zeg maar vanaf dit punt en dat achterste punt geen green stars meer zitten. Dus dat is alvast een voordeel. Dus half mark point en oh, we hebben nog maar 125 seconden en even wat secondes erbij. Weet je wat, screw die muntjes. Die muntjes hebben we niet nodig. Wij hebben nodig namelijk de stamp. En waarom lopen jullie hier? Is het hier een secret? Oké, daar zat inderdaad een secret. En hier zit de stem toevallig. Goed, we hebben dus nog maar één green star te vinden. En we hebben de stem dus gevonden. En het is maar goed dat wij daar eventjes aan gaan kijken. Maar waar zit dan die laatste green star? Zit die hier dan onder water verborgen misschien? Hier even crown pounden, net zoals bij de vorige. Nee. We hebben nog maar 100 seconden. Hier. Oh, wacht. We hebben nog 110 seconden. Is dit een warpijp misschien waar we in kunnen? Nee. Daar begint weer die 100 seconden mark. Weer eens naar boven klimmen dan? Dat was bij de eerste. Ik heb zo'n gevoel dat die daar gewoon ergens boven dan nog zit te wachten op ons. Laten we gewoon die ster pakken, maar we hebben nog maar 100 seconden. Dus oké, we wachten. Go! Hebbes. Wachten. Nu wil ze allemaal raken natuurlijk. Yay! Oh, en daar zit de laatste... Oké, we hebben alles. We hebben alles. Tenminste, dat hoop ik. Aangezien dat... ja, die groene muntjes, die kunnen nogal vervelend zijn. Want als je dus zeg maar dit niet op tijd haalt... dan zul je die groene ster ook nooit krijgen. En... ik word hier nerveus van. Maar we hebben hem gehaald. 26 seconden. Oké, geweldig. Ik doe veel te lang over deze levels. Nou, ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering, jongens. We hebben toch weer 3 levels gedaan en we zijn bijna door wereld 5 heen. En we hebben pas 1 faal gehad met dat tijdslevel. En toepasselijk tot we die stem krijgen met Cat Peach. Dus 87 seconden, nou, ik had er nog maar heel weinig over. Stempel zit in een gat en open stuk waar de mieren ingaan. Dankjewel, Tim. Dat is heel handig. Ik was daar gelukkig zelf achter gekomen. Dus... als je bij de savanna bent, zie je die antropers lopen en moet je hen volgen en in een hol gaan. 30 seconden plus tempel. Jeez! Nou, ik vind het wel grappig dat we Cat Peach eigenlijk hadden en dat we dus daadwerkelijk ook met Cat Peach speelden. Dus. Maar goed, ik zie jullie in de volgende aflevering. Dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En, nou weet je wat, laten we hem afsluiten dit keer weer een keertje met de 7777. Op mijn eigen manier, aangezien dat ik de vorige keer het nogal behoorlijk verpest heb. Tot we maar 10 minuutjes kregen voor de moeite, tot ik nog niet eens tot 3 kan tellen. Dus laten we dit maar eens eventjes gaan doen. Oké, we beginnen met de catbell, dat is heel erg toepasselijk. Oké, concentratie. Tadaa! Ik kan het nog steeds op mijn eigen manier. Jee, zoveel muntjes. Jee, zie mij hoveren. Echt, hoe dat beetje hovert.
Wij wisten van moonwalking, maar blijkbaar kunnen wij ook airwalking. Nou ja, ik ga nog heel eventjes dat level eventjes goud maken en ik zie jullie in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!